Welkom bij een nieuwe aflevering van 023 Voetbal. En die gaat vanavond over het voetbal voor de kleintjes. We hebben twee gasten, José Corse. Zij is elftalleidster, zeg maar begeleidster van jonge teams bij de Terrasvogels. En we hebben Mijk van der Ban, en die kennen we natuurlijk. En we zijn allemaal heel blij, Mijk, dat jij weer leeft en loopt. Gaat het goed, hè? Hoe is het met je kruisband, Mike? Kruisband gaat hartstikke goed, ja. Die zit er goed in. Meniscus moet ik nog wat voorzichtig mee zijn. Dus ja, ik moet nog wel eventjes met krukken lopen. Maar ja. Hoe lang denk je nog dat het gaat duren? Nou, voordat ik voetbal is september, oktober denk ik. Ja, maar... Ongelooflijk is een lange tijd. Ja. Doodzonde. Ja, ja, de eerste stap vooruit voor mij is zometeen zonder krukken lopen. En dat is, als het goed is, over een weekje of drie, vier uur. Maar ik neem aan dat je aan het fietsen bent, op de loopband bezig bent. Ja, fietsen. Ja. Dus ik ga 2-3 keer in de week naar de fysio. Daar zit ik veel op de fiets. Ja, de leg press, dus dat is met je benen die de plaat wegduwen. En voorzichtig op de loopband. Dus wel nog vasthouden. Maar dan met hellinkjes en tot 6 km per uur. Ga je al kijken naar de ploeg? Ja, ja, ik moet zeggen, ik heb nu elke wedstrijd gekeken. Ja, behalve dan de dag na mijn operatie. Elke wedstrijd gekeken en ik had eigenlijk afgelopen zaterdag voor het eerst echt moeilijk dat ik zat te balen en mezelf zat te verbijten dat ik graag wilde voetballen. Ook omdat het iets goed ging natuurlijk. Nou, ja, het ging inderdaad moeizaam, maar ja. Gestolen is een goed teken, toch? Ja, iets wat gelukkigs hadden we daarop aan. Ja. Maar geluk dwing je af, hè. Nou, hadden jullie de beste trainer die je bij het amateurvoetbal, zoals we dat dan mogen noemen nog, kunt verwachten. Dat was natuurlijk fantastisch, maar die is weg. Ja. Ja, Amerika. Een beetje dubbel was dat, want aan de ene kant vond ik het echt een wereldtrainer inderdaad. Dus in dat opzicht, ik heb veel van hem geleerd, dus vind ik jammer dat hij weg is. Aan de andere kant, ik vind het ook echt een wereldfan, dus... Ja, aan de andere kant is het hem ook echt heel erg gegund. Hij wilde graag naar betaald voetbal en nou ja, daar zit hij nu. Dus ik vind het ook aan de andere kant tof voor hem. Ja, dat is het ook natuurlijk. Ja. José Corse, jij, ja, ik wist niet precies wat ik moest zeggen. Ben je nou elftalbegeleidster of begeleidster van de kinderen of hoe noem je het? Ja. Nee, ik ben coach of leider van de onder 9-1 bij Terrasvogel. En dat doe je ontzettend goed, hoor ik. Onder andere van Kees Nuijen, die het daarover had. We komen zo nog over Kees terug te praten. Ja. Maar dat is leuk. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit, dat moet het zijn, dat een kind van jou het team speelt. Ja, mijn zoon Lau, die speelt in de onder 9-1. En hoe kom je dan bij Terrasvogels? Nou, wij wonen in Zandpoort. Dus dan kom je al snel bij Terrasvogels uit. Ja. Ja. En er is ook een soort van relatie tussen Mike en jou, hè? Ja, dat klopt. Ja, ik bedoel niet... Nou, nee, daar willen we wel even wat meer van weten. Dat is ook wel. Nee, dat klopt inderdaad. Vertel eens, hoe zit dat? Ja, zal ik je vertellen? Lau houdt heel erg van voetbal. En naast dat hij bij Terrasvogels voetbalt hij ook al, ik denk al voor de vierde seizoen bij Schoper Atletico. In Haarlem-Noord. En daar is Mike ook... ook trainen. Dus. Dat is ook de reden dat Mike hier is vanavond, want we gaan met Mike alleen maar ook over Scopo praten. Mm-hmm. Ik ben reusachtig benieuwd, Mike. Scopo Atletico, jullie zitten gewoon in 6 plaatsen al. Wat is het voor organisatie, wat is het doel? Het doel is vooral kinderen meer en beter laten bewegen. We zijn een bewegenacademie / voetbalschool. We proberen, wat ik zeg, kinderen beter te leren bewegen. En dat doen we aan de hand van 3 pijlers. Mind, movement en motivation. Ja, dat is het coachen van ons op het voetbalgebied. Movement, nou, dat staat voor bewegen. En mind is dan het mentale en het gedrag. En is dat alleen met voetbal? Doen jullie dat alleen met voetbal of met andere sporten? Nou, ik denk dat je het goed kan samenvatten als een gymles met als uitgangspunt voetbal. Dus ik denk op de voetbaltraining doe je heel veel techniek, afwerken, paastrap, positiespelletjes. Nou, doen wij wel techniek. Maar wij doen vooral veel oefeningen die gericht zijn op op motorische vaardigheden.
beter leren bewegen. Maar ook oefeningen waarbij ze ja, ook goed over na moeten denken. Bijvoorbeeld afgelopen zondag zijn we begonnen met de eerste ronde weer. En daar hadden we een oefening code kraken bijvoorbeeld. Vertel eens, hoe werkt dat? Nou ja, we hadden dus een... aan de ene kant hadden we iemand zitten met verborgen 5 kleuren, pionnetjes. En die legde hij in een bepaalde volgorde neer. En aan de andere kant stond zijn team. En die had ook die 5 kleuren. En die moest dan die moest dribbelen naar de overkant. En die moest die pion op een bepaalde plek neerleggen. En dan het team moest proberen te raden welke code zeg maar, er lag. Dus dan legde hij die pion neer. En dan de ene zei dan, dat is goed of is dat niet goed. En dat gaf hij dan aan. En dan, als het goed is, kon ze dat pionnetje laten liggen. En als het niet goed was, dan moesten ze die kleur dus ergens anders neerleggen. Dus dan moesten ze ook goed over nadenken. Oké. Bewegen en nadenken, mindset. Ik moet zeggen, ik ben een paar keer wezen kijken. En wat mij het meest opvalt, is de bewuste keuze van jullie voor alle ondergronden. Ja. Jullie spelen op zand, jullie spelen op steen, jullie spelen op veld, op kunstgras. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke goed, dat die spelers overal aan gewend raken. Ja, het heeft ook te maken met het breed ontwikkelen. Dus niet alleen op verschillende onderwerpen als mind movement en motivation, maar ook dus met verschillende ondergronden. Want ja, als je voetbalt op het gras, dan moet je net even anders die bal meenemen. Ja, dat het op het straat of dat het op het kunstgras doet. We gaan binnenkort een jongetje van 17 van Bloemendaal. Die gaat bij Manchester United stage lopen voor een week. Die traint dus altijd op kunstgras. Speelt altijd op kunstgras. En dat is daar op dat prachtige gras natuurlijk niet zo. Maar dat is echt wennen. Dat is echt wennen, want de hele balcontrole is totaal anders. Hè? Ja. Maar dat doen jullie ook in je opleiding. Wat je zegt. We pakken de verschillende ondergronden. En daar moeten ze bepaalde oefeningen op doen. En de ene oefening moet je net even iets anders uitvoeren. Moet je net even iets anders staan. Dan bij de andere ondergrond. Bij het steen bijvoorbeeld, of bij het gras kan je een slijding maken. Ja. Bij het steen moet je zorgen dat je, op de straat moet je het zorgen dat je goed stevig staat. Want als je valt, dan dat doet pijn of dan lig je open. Maar is het alleen de bedoeling om in echt aan te leren dat ze verschillende ondergronden kunnen spelen? Of zit er ook nog iets anders achter? Dat ze zich maatschappelijk op een bepaalde manier makkelijk kunnen bewegen? En zich eerder thuis kunnen voelen in bepaalde... daar helpen we ze ook in, inderdaad, met zelfvertrouwen en gewoon met een mentale ontwikkeling. Dus daar denken we zeker over na. In 6 plaatsen, welke? We zitten in Haarlem-Noord, in Heemstede, / Haarlem-Zuid, Aalsmeer, Durgendam, Bergen en vanaf de zomer ook in Amsterdam. Leuk hoor. Ja, dus het slaat aan. Nou, dat ga ik eens aan José vragen, want je kan natuurlijk allemaal prachtige dingen vertellen, maar ik wil ook echt weten hoe de ouders dat zien. Ja. Dat José. Nou, Lau is bij Scopo begonnen, eigenlijk bij de eerste dat Scopo in Haarlem-Noord startte. Mm-hmm. En ze doen dus twee keer per jaar een cyclus of een programma, dus in het voorjaar en in het najaar. Ik denk dat Lau nu de vierde keer meedoet, dus hij vindt het heel erg leuk. En wij natuurlijk ook, ja. Is het te doen als ouder, naast dat ze 2 of soms 3 keer trainen in de week, ook nog een keer Scopo doen? Ik denk dat van het kind afhangt. Lau wil elke dag voetballen, dus die, die wil gewoon altijd. Die gaat nooit meer tegenzin, dus dan denk ik dat het gaat. Hoe vaak organiseren jullie dit soort bijeenkomsten dan? Zijn dat langdurige bijeenkomsten? Ja. We trainen 12 keer per ronde, dus in het voorjaar trainen we 12 keer, in het najaar trainen we 12 keer. Okay. En normaal trainen we een uur, nu zijn we overgegaan naar 75 minuten, dus we iets langer kunnen trainen. Dus dat doen we op zondag en in Heemstede hebben we dan ook nog de mini-academie, dat is een uurtje op vrijdag. Is het duur? Duur is natuurlijk relatief, maar voor zeg maar alles al inclusief met tenuutje, een beweegscreening, certificaat, SOP-gesprek, toegang tot de online omgeving, betaal je €175.
En als je dan een tenuutje hebt, dan betaal je 157,50. En voor de minis is het 120 tenu, 105,5. 12 keer. En dat is 12 voor 12 nee. bijeenkomsten. Ja, ja, plus dus, inderdaad, daarom zeg ik, duur is relatief. Ja, 175 euro lijkt een hoop geld, maar als je dan inderdaad bedenkt dat je en daar 12 trainingen voor krijgt en trainers met ervaring, met papieren, certificaat, online omgeving. Eindactiviteit. Inderdaad. Dus we doen 12 trainingen en na de 12e training hebben we een soort 13e training activiteit. Dat is dan met ouders. Dan organiseren we een dag of middag waarbij ouders en kind samen gaan sporten. Of bewegen, zeg maar. Hebben jullie georganiseerd in 6 verschillende plaatsen? Is dat allemaal op zondag? Hoeveel trainers hebben jullie wel niet in dienst? Eentje is op vrijdag, maar de rest is allemaal op zondag inderdaad. Dus even denken, we hebben, ik ben onder andere een trainer en dan hebben we Justin Ozeveer, die doet in Haarlem, Bergen, wat zit hij nog meer? Ja, in Amsterdam dan. En dan hebben we Dirk Groeneveld, die doet in Durgedam. En dan hebben we nog Marco Neuvel en Flip de Bruin, die doen het. Dat zijn maar 6 man. Ja. Maar het is erg leuk, hè? Ik heb ze in het bos gezien, ik heb ze op het strand gezien, ik heb ze op straat gezien. En ze leren echt veel, die kinderen, hoor. Ze hebben waarschijnlijk ontzettend veel plezier met elkaar. Ja, het is hartstikke leuk. Het is echt hartstikke leuk. Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Naast dat we ze willen ontwikkelen, is natuurlijk plezier ook. En je hoeft je kind niet op judo te sturen om te leren vallen. Je hoeft hem niet naar een psychiater te sturen om te leren praten. Ja, het zijn allemaal voordelen. Dan zijn wij geen wereldwonderen. Maar we proberen wel inderdaad zo breed mogelijk het kind te ontwikkelen. Ontzettend goed. Ja. José, even naar jouw activiteiten, want je bent dus coach van dat team, Terrasvogels, onder 9-1. Ja. En je organiseert allerlei dingen eromheen. Je had een eerste wedstrijden met andere teams, toen een heel toernooitje op een zaterdag. Geweldig leuk. Hoe doe je dat? Waarom doe je dat en hoe bereik je al die andere mensen? Ik vind het heel leuk om de kinderen te laten voetballen. Laten we dat voorop stellen. En de winterstop is natuurlijk altijd best wel lang. Ja, zeker dit jaar. Dit jaar helemaal. Ja. En die wordt nog langer ook trouwens. Komende week zal alles wel afgelast worden. Gaat nu aardig vriezen, dus ik weet het niet. Ja. Gras in ieder geval. Maar mag je ook zeggen? Dus om eigenlijk de jongens gewoon veel te laten voetballen. Want als je op zaterdag geen voetbalwedstrijd hebt, dan is het toch een beetje saai. En ik heb dan, ben ook gevraagd door Uitgeest een keer. En ik had contacten met, of via de trainers van de club. En dan bereik je eigenlijk gewoon de trainer of de coach van Bloemendaal, van Haarlem Kennemerland, hebben we ook een keer tegen gespeeld. Ja, maar nu had je dan, meerdere teams. Ja, nu hadden we dus een oefenwedstrijd georganiseerd. Ja. Maar ik had eigenlijk ook met Bloemendaal afgesproken om nog een keer te oefenen. Ja. Toen was het, zullen we nog? En toen dacht ik, ja. Nu zijn we al met Kennemerland, dus toen hebben we er eigenlijk een drieluik van gemaakt. Dus gewoon een aantal korte wedstrijdjes, 2 keer tegen elkaar, 4 keer een kwartier. Dat is als je een veld hebt en een bal. 2 uur klaar. Fantastisch natuurlijk. Kinderen hebben zoveel lol gehad. Ja. Die vragen, wanneer doen wij dat, weet je? Ja. Dat is, die kinderen zijn echt bewust van wat er gebeurt. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Terrasval is natuurlijk een heel kleine vereniging, als je vergelijkt met al die anderen. Ja, klopt. Ja. Is de Londen in haar. Hè? Ja. Hoe houden jullie het vol? Nou, op dit moment groeien we eigenlijk heel erg. Er komt heel veel jeugd bij, juist. Ja, ik denk dat we 400 leden hebben ongeveer. Oh, dat is best veel. Hoor. Ja. Maar inderdaad, de jonge aanwas is aanzienlijk op dit moment. Ja. Ja. Je bent er al een paar jaar bij. Ja. Dus je hebt de overgang van het grote veld naar het kleine veld meegemaakt. Wat vind je ervan? Ja, goede vraag. Ja. Heel benieuwd. Ik heb dus 3 jaar ongeveer gezien dat ze op een half veld speelden inderdaad. In de F had het toen nog even. En nu op een kwart veld. En ja, de jongens merken het volgens mij niet. Die spelen gewoon een lekker potje. En, ja, kinderen kan het ook niet schelen als ze met 36-2 verliezen, hoor. Die hebben Nee, er zijn verschillen in. Ja. Nee, dus ik,
ik denk dat dat, en wat ik er heel erg leuk aan vind aan het nieuwe systeem, is dat het echt een stuk sneller gaat met het indribbelen. Je hoeft niet elke keer naar het midden om weer te starten, ik weet het niet precies, maar vooral dat innemen of uitnemen, hoe noem je het, Mike? Ja. Dat gaat echt een stuk sneller. En dan die spelbegeleider, die scheids is een spelbegeleider geworden, dus die staat langs de kant van het veld, die legt het niet al stil. De jongens bepalen zelf, is die in of uit, en als ze er niet uitkomen, dan grijpen ze eigenlijk in. En ik denk dat dat juist ook heel erg goed is voor de kinderen, om dat ook te leren, van ja, we komen er zelf wel uit. Ja, op straatvoetballen kun je hetzelfde natuurlijk. Ja. Ja. En daar is het ook op gebaseerd. Ja, precies. Ja. En het is heel overzichtelijk, je staat met z'n vijven in het veld. Dus het is denk ik veel makkelijker om... Speel jij maar met vijf? Nou ja, één in het doel. Vijf in het veld, hè? Ja, vijf in het veld. Ja. Ik denk dat het voor de kinderen niet veel uitmaakt. Nee. Ja. Maar als je op een kleine veld speelt, dan moet je eigenlijk de praktijken toepassen die je gedurende de week hebt geleerd. Dus dat hoeft toch eigenlijk niet tijdens zo'n wedstrijd meer. Hoe bedoel je? Ik vind zo'n klein veld, ik vind het zo ontzettend klein geworden. Ja, er zijn er ook een aantal die heel erg hard kunnen schieten. Dus dan is Ik vond het voordeel van die halve velden, oké, voor sommigen is het groot, maar... Er werd toch aardig gerend. Oké, zeker op beginniveau lopen ze met z'n 20 op de bal. Maar goed, na 4-5 wedstrijden zie je toch dat daar verandering in komt. En op zo'n kleine veld met minder spelers. Wat je zegt is een punt. Hè? Ik bedoel, als er jongens in zitten die hard kunnen schieten, kunnen ze van doel tot doel die goals maken. Ja. Daarom moeten die goals ook kleiner zijn. En daardoor moeten clubs gewoon ingrijpen en die kleinere doeltjes kopen. Dan wordt het denk ik wel leuker. Want als ze op die grote goals spelen, dat is niet echt leuk. Nee, maar die zijn ook nog heel klein, dus dan wordt het ook wel lastig om tegen te houden. Jij zegt er niks op, Mike? Ik vind het ook een goede ontwikkeling. Omdat als ik kijk naar onder 8 teampjes voorheen op een half veld, ik denk dat ze maar 10% van het veld gebruikten, zeg maar, omdat je de hele romp zo heen en weer zou gaan. En ik denk wat je vaak had op een halfveld was dat je hebt altijd in je team iemand zitten die het net even iets beter kan dan de rest. En die was dan heel vaak aan de bal of die pakte het op. En in die kleine ruimte zie je toch dat ook de mindere goden zich misschien wat minder kunnen verstoppen. Maar die komen ook nu veel aan de bal. Ruimtes kleiner zijn ze denk ik sneller bij de bal of bij de tegenstander. Ja, dat is wat ze graag willen. Ze hebben meer balcontact. En daar gaat het uiteindelijk om. Want ik denk dat als je iemand hebt die op een half veld alleen maar achter een bal aanloopt zonder hem te hebben, zeg maar, dan wordt hij, daar leert hij niet zoveel van. Terwijl als hij wel een keertje de bal krijgt, dan ervaart hij dat hij misschien een keertje sneller moet handelen of dat hij een keertje beter kan passen in plaats van dribbelen. Dus ik denk dat dat heel goed is. Ja. Even naar Kees Nuyens, want die is technisch coördinator bij Bloemendaal. En die hebben nu een heel plan ontwikkeld samen met iemand uit de bestuursman die met technische zaken te doen heeft. En die gaan een nieuwe opzet doen door de hele vereniging heen. Ze brengen 4 standaardteams, dus 4 selectieteams per leeftijdsgroep. Ze gaan af van 1, 2, 3 en 4. Ze geven ze de namen Ajax, Feyenoord, PSV en AZ. Zodat dat gevoel van ik zit niet in 1 en dat huilen en toestanden, dat je dat kwijtraakt. Dan spelen ze met 6 vaste spelers en 2 kinderen die continu kunnen wisselen. Als die goed zijn in het ene team, mogen ze een keer in het andere team meedoen. Ik vind dat op zich een fantastisch plan. Ja. Maar als je er nou over nadenkt, dat als je dat door de hele club kunt doorvoeren, ben je over 5 jaar met al je teams een aantal klassen hoger. Let op mijn woorden. Ja. Gaat echt gebeuren. Het is een fantastisch plan. Het is een heleboel werk. Ja. Maar hij heeft er zo goed over nagedacht in Arends. Dus dat kan je doen. Ja, dat zou kunnen. Maar was het niet zo bij HFC ook dat de minis ook al zo werden ingedeeld? Maar dat ging er wel met 60, 70 tegelijk natuurlijk. Dus dat is toch weer anders. Dat is een prima plan. Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja. Ervan. Dit is voor het eerst dat ik het hoor. Ja. Ik kan er niet zo goed over oordelen, maar ik weet het totale plan niet. Ik hoor nu alleen Ajax, Feyenoord, PSV, AZ. Ik wil dat je graag uitleggen. Dat mag voor mij. Ik denk dat we er toch weer een stuk wijzer van zijn geworden.
Bedankt. We kunnen hier uren over doorpraten, ja. Maar de tijd loopt alweer. Maar... Ja. Uren? Jawel, toch? Jij wel in ieder geval, toch? Maak je heel sterkte. Dankjewel. Ik hoop dat je heel snel weer achter die bal kunt aanrennen. Ik vind het nog steeds jammer dat je weg bent. Bij je waar je vandaan komt. Ja, dat is... Maar ja, je hebt wel een goede keuze gemaakt, want ze worden niet voor niks kampioen, hè? Nou ja, we zitten pas op de helft van de competitie. Je bent er iets overheen. Je maakt het beter dat... zonder jouw inbreng, dus... Kan ik ben ongeslagen dit jaar nog. Nog niet verloren. José, hartstikke bedankt. Veel succes met die kleine hulpvaring. Je gaat lekker door met al die dingen organiseren. Absoluut. Dat is een soort voetbal. Dank je wel. Dames en heren, dat was hem weer. 023 voetbal. We zijn er volgende week weer. Met wie? Dat weten we nog niet. Maar u in ieder geval bedankt voor het kijken.